9 seconden al, amai. Winter Germans, die leidt dan ook in de zijsporen, de Amerikaan Logan Allen, en bijna de plaatsen praten dan zijn landgenoot White Curtis, twee overwinningen aan het noteren, respectievelijk dan ook in Middletown en in Cincinnati. Dat zijn de heren die we lopen de dans leiden. Dan hebben we de Nederlander van de Stijnbart en Bunning, die de achtervolging krijgt, maar we kennen dan ook met Carlo Pontor, niet als een van de de Duitsers die verlopen dat ook even weg gaan worden. We gaan dit dan voor de dood op zoek naar de beste categorie, redder van de categorie 1 met de Thijs Aartsen. Die moet inmiddels zo aan de 45 seconden overbruggen. We blijven nog even hier in het gezelschap van de Thomas Lozef met zijn 3 overwinningen dit seizoen. Goed herkend werden ook en dan rekening houden dat wij daar nog in extreem in de naam kunnen aan toevoegen van Elias Van Ecke. Pas nu de revue passeert op 1 minuut en 17 seconden, terwijl we op weg zijn waarschijnlijk naar de aankomstzone waar Stefan de Dekker nu op wacht. Ja, momenteel nog geen zin in de muziek, maar we kijken met volle spanning uit onze wereldkampioen Mathieu van der Poel, die hier zo dadelijk zal moeten passage maken. Hij zal even ook vandaag dus zeker hier zijn ze. Dat is allemaal serieus zat, hè.